Hoi allemaal, goedemorgen. Superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb heel veel zin in vandaag, maar toch ook wel een beetje een spannende ochtend. Want vandaag hebben Magnum en ik de regiokampioenschappen springen in de klasse B. En zoals jullie zien heeft hij nu een hoodie om. En misschien herkennen de sommige volgers van jullie deze nog wel, dat we deze wel eens bij Poppy omdeden. Maar gisteren had ik namelijk ook nog wedstrijd met Magnum in de avond. En voor de regiokampioenschap is het wel zo netjes en ziet het er wel zo mooi uit als je hem dus knot. En mama dacht, ik ga niet 's morgens vroeg weer knotten. We laten het er lekker in zitten. En dan doen we deze hoodie om die we altijd bij Poppy om hadden. En als het goed is, zijn zijn knotjes dan nu nog helemaal mooi. Pluizen ze niet, dus dat is helemaal top. Nou, voor de rest heb ik allemaal spullen al in de wagen. En Mackie is eigenlijk helemaal klaar voor. Dus van de voorbereidingen kan ik vandaag niet heel veel vloggen. Maar ik ga jullie wel gezellig meenemen. Hopelijk hebben jullie net zoveel zin in deze dag als wij. Veel kijkplezier! Hoi, ik ben Johanna Nijtever en dit is mijn vlog. Hopelijk heb Mackie vannacht een beetje goed geslapen. Ik heb zijn mooie wedstrijdhalster omgedaan. En deze halen we straks op de wedstrijd te pas af. En dan gaan we nu alleen even zijn hoeven krabben. En zijn staart even uitkomen, die zit helemaal onder het stro. En dan is dat gewoon alvast netjes. En hij mag nu lekker zijn winterdekens ophalen, omdat het wel een beetje koud is. En dan halen we er daar nog even een borsteltje overheen. Want voor de rest had ik hem gistermiddag ook al helemaal gewassen. En ja, vies kan hij nu niet worden, want hij heeft en die hoodie om en twee dikke dekens op. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. En even zijn hoeven krabben, dat hij dat niet door de hele stal heen loopt. En dat is ook gewoon fijner. En hier is knappe Lonnie. Wat zijn we weer vroeg, hè, Lon? Ja, we moeten om 8:45 parcours lopen. En dan moeten we als 33ste. Dus we hoeven pas na het parcours lopen rustig aan op te zadelen. Wat heb jij op je hoofd? Lonnie heeft lekker geslapen, denk ik. Nou, we zijn aangekomen. We gaan nu even parcours lopen. Ga ik weer voor jullie filmen. En hier is hindernis 1. Wat gedronken, want we hadden nog tijd over. We hoefden nog niet gelijk op te zadelen. Oh, even het schot bij Mackie vandaan. Maar nu gaan we dus wel lekker opzadelen. Mama die staat bij Mackie, dus ik ga alle spullen aangeven en ondertussen mezelf ook verder klaarmaken. En dan gaan we zo meteen lekker losrijden. Nou, Johan is aan het inrijden. Hij is heel druk. Dus we gaan het beleven.
zitten weer in de auto. Over Mackie vandaag. Ik ben eigenlijk ook al best wel weer trots. Helaas ging het eerste rondje nog niet zo goed. Hij was gewoon echt weer een beetje terughoudend. Helaas 3 stopjes en dat betekent dus uitgebeld. Maar het tweede rondje heb ik me echt super herpakt samen met Mackie en waren we dus gewoon foutloos. Toen sprong hij echt lekker, hij was lekker naar voren. Ik hoefde niet te veel been te geven. Natuurlijk moesten we overtuigen, maar het ging gewoon echt veel makkelijker zoals dit rondje ging. Zo moeten we eigenlijk proberen het zo vol te houden. Dat was echt een toprondje. Dus over het tweede rondje ben ik mega tevreden. Eerste rondje natuurlijk niet. Maar ja, dat wordt langzamerhand ook wel ietsjes beter. We zijn nu weer op stal. Mackie is uit de wagen, dat heeft mama gedaan. Even snel de knotjes eruit gehad, mag hij nu naar buiten. En dan zit deze dag weer op. Ik ga alleen nog even lekker lessen met Londen. Die hoeft er vandaag niet op wedstrijd, dus daarom ga ik met haar nog even lekker trainen. Dus dat ga ik nu nog even doen. En dan kijk ik toch wel weer terug op een wedstrijd waarvan we weer veel geleerd hebben. Dus dat is fijn. Knappe Mackie staat lekker in zijn stalletje. En hij heeft lekker eten gehad. Zijn knotjes zijn er allemaal uit. Hey lieverd. En ik heb net ook nog even lekker met Londen gelest. Dat ging super goed. Gelukkig zijn we net op tijd klaar voor de regen. Want het is nu super hard aan het regenen. Dus we hebben een redelijk geslaagde wedstrijd gehad. Lekker getraind met Lonnie. Dus weer een topdag. Ik hoop dat jullie deze video weer super leuk vonden. Vergeet dus zeker geen blauw duimpje omhoog te doen als jullie ook zo trots zijn op Max het tweede rondje. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren. Want de komende tijd komen er weer heel veel leuke video's aan. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei doei! Dit was het. Tot de volgende keer. Vergeet je onder niet te abonneren.